Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Vandaag een nieuwe gast, een hele speciale ook. Het is de eerste dame die wij hier mogen interviewen. Het is de nummer 29 van de WDF Wereldranglijst. En binnenkort ook, verrassend, debutant op het WDF WK op Lakeside. Het is Priscilla Steenbergen. Alles goed, Priscilla? Ja, zeker. Ja, gaat lekker. Mooi, maar mooi. Ja, we willen dit interview ook vooral doen om jou een beetje beter te leren kennen. Als je een beetje darten volgt, dan weet je natuurlijk dat jij bij de betere dames hoort. Maar wat doe je nu in het dagelijks leven? Ik werk gewoon 40 uur per week. Gewoon op kantoor, zeg maar. Weet je, ik doe eigenlijk een beetje van alles, klantenservice. Vooral mensen helpen in de autowereld. Oké. En daartussendoor dus al enige tijd darten. Hoe ben je begonnen met het darten? Wanneer heb je de eerste pijlen opgepakt? Ja, ik dart denk vanaf mijn 15e ben ik begonnen met darten. Het begon eigenlijk heel simpel op een camping. Met mijn opa en oma en mijn oom en tante en een paar vrienden. Mm-hmm. We stonden eigenlijk gewoon buiten in de open lucht stonden een paar pijlen te gooien. Nou, dat vond ik wel leuk. Ja. En mijn ouders hebben dan 13 jaar lang een kroeg gehad. En daarin is het eigenlijk verder gerold. Want daar kom je natuurlijk, darten hoort bij een kroeg. Mm-hmm. Dus ja, daardoor ben ik ook wel ermee doorgegaan. Ja, oké. Nou, goed verhaal. We gaan even direct waarom je natuurlijk eigenlijk interviewen. Dat is omdat je je debuut gaat maken op op Lakeside, op het WDF-WK. Het eerste officiële WK georganiseerd door de WDF. Het ging een beetje raar bij die vrouw, bij het vrouwentoernooi natuurlijk. Eerst mocht die Russin niet meedoen. Nou, Charity die wilde eerst wel meedoen, toen weer niet, toen weer wel, toen weer niet. Uiteindelijk ben jij dus als vervanger van Fan & Sherrick eigenlijk gekomen. Hoe kreeg jij dat te horen? Ik volgde het natuurlijk wel, want die rankingen, dat doe je eigenlijk natuurlijk ook om Lakeside te halen. Ja. En ik stond op een gegeven moment stond ik 21ste, volgens mij, 20ste van de wereld stond ik. En ik wist dat ik met mijn laatste toernooi moest ik echt wel heel ver komen om wat te kunnen bereiken. En dat was hem toen niet zo, helaas. En toen op een gegeven moment heb ik het eigenlijk soort van achter me gelaten en gedacht, volgend seizoen misschien beter. En toen kwam het natuurlijk de kroon ook, dat het toernooi verplaatst werd. Van Anastasio, dat ze niet mee mocht doen. Nou, toen wist ik, oké, dan valt die ook weg. Nou, ja. Toen werd natuurlijk gezegd dat Fallon wel weer mee wou doen. Ja, ik kan daar niet te veel over zeggen natuurlijk, want dat is echt haar eigen keus. Maar op een gegeven moment kwam er natuurlijk een bericht dat ze niet meer mee wilde doen. En toen kreeg ik vorige week dinsdag volgens mij, zegt goed, vorige week dinsdag kreeg ik een berichtje van, we hebben goed nieuws voor je, je mag meedoen met de Lakeside. Oké. En toen een dag later, toen moest ik het nog een dag voor me houden om het eigenlijk te kunnen vertellen aan iedereen dat het echt, de media moest het natuurlijk eerst zelf doen, dus. Maar ik neem aan dat je natuurlijk super blij was toen je dat bericht las. Ja, ik was, ja, natuurlijk, ja, het is een droom voor mij die uitkomt. Wat ik al zeg, ik dart nu al vanaf mijn 15e dart ik. En het is eigenlijk net elke keer dat ik ernaast val, zeg maar. Om mee te kunnen doen met de Lakeside. Elke keer mis ik net wat punten. En toen op een gegeven moment dacht ik dit seizoen veel. Nou, top, dat komt helemaal goed. Ja, nu word je toch uitgenodigd. Ja, het is gewoon een droom dat uitkomt. Ja. Mooi. Je gaat dus spelen in de eerste ronde tegen een Canadees met een toch Nederlandse naam, Darlene van Sleeuwen. Heb je daar een idee achter? Ik denk dat volgens mij hebben jullie nog nooit tegen elkaar gedart, want zij dart vooral in Canada, jij in Europa natuurlijk. Ja, ik weet eigenlijk niet echt hoe zij ook gooit. Mm-hmm. Ze lijkt me wel goed te kunnen gooien, anders kom je niet op Lakeside. Ik heb het enige wat ik van haar weet is dat ze één keer in Nederland is geweest voor een toernooi. Dat heb ik er wel zien spelen, maar meer kan ik er niet over vertellen, want ik weet het niet. Nee, nou, dan zullen we dat wel zien.
op dit moment natuurlijk, met name met de NDB's en ook de afgelopen 2 jaar, is er weinig gedart. Voor vrouwen misschien nog wel minder. Wat doe je eraan of wat heb je gedaan de afgelopen tijd om dus aan je niveau te blijven werken? Ik heb wel sowieso, wat ik nu ook gewoon doe, iedere dag probeer ik wel te trainen. Okay. Toen in de coronatijd ook, daar heb ik het eigenlijk ook iedere dag wel gedaan. Alleen toen kwam mijn opa heel slecht te liggen en toen heb ik het op, even op een laag vuurtje gezet. Mm. Mijn opa is toen ook overleden en toen, ik was meer daarmee bezig. Logisch, ja. En daardoor had ik een soort van de darten eigenlijk naast me neergelegd en dacht van, joh, dat komt wel weer. Maar toen op een gegeven moment, toen dacht ik, weet je, ik ga hier gewoon mee verder omdat ik het wil. Dus ik ben gewoon iedere dag wel doorgegaan met het darten. En tuurlijk, de ene dag wat meer dan de andere dag. Ja, het is gelukt. Je hebt misschien wat geluk nodig om deze keer uitgenodigd te worden. Natuurlijk ook omdat je afgelopen in 2021 wel gewoon naar die WDF-toernooitjes bent gegaan. Je bent tweede geworden in Italië, naar Denemarken gegaan, naar Catalonië. Dus je hebt wel die punten opgepakt. En het gaat nu ook goed op de NDB-toernooien. Je staat tweede op de ranking. Eerste toernooi behaalde je de finale. Zijn die NDB-toernooien ook wel een belangrijk iets voor jou om dat niveau op peil te houden? De NDB zijn leuke toernooien. Alleen je weet ook dat je een hele zondag ervoor weg bent. Ja, natuurlijk, okay. Elke partij die je mag spelen is mooi meegenomen voor de ervaring en voor het spelen zelf. Of het belangrijk is, dat durf ik niet te zeggen echt. Als ik zie wat ik natuurlijk al gegooid heb in de afgelopen tijd, is de NDB eigenlijk een dag om mee te pakken, vind ik. Mm-hmm. Weet je, je bent er even uit, je bent toch aan het darten. En weet je, het is een gezellige dag ook. Met bekende mensen om je heen. Dus het is wel... het is een leuke dag om mee te pakken. Zo zie ik het altijd. Okay, nou het gaat nu prima in ieder geval. Over die NDB's, want het vrouwendarten heeft natuurlijk een beetje stilgestaan nu. Ook het jeugddarten bijvoorbeeld. En daar zie je toch wel duidelijk dat het niveau gewoon echt minder is. Hoe merk je dat bij de vrouwen? Ik denk dat het niveau bij de vrouwen zeker niet minder is geworden. Okay. Je merkt wel bij sommige spelers dat ze wel moeite hebben gehad met de corona. Dus dat ze niet echt... wat ik heel veel om me heen ook hoor, dat ze niet getraind hebben in de coronatijd. En dat zie je wel. Oké. Afgelopen of recent heb je ook ben naar Engeland gegaan om de Women's Series te spelen. Ja. Hoe was dat? Volgens mij was het de eerste keer dat je daar nu naartoe bent gegaan. Ja, klopt inderdaad. Het was mijn eerste keer dat ik echt naar een PDC-toernooi ben gegaan. Ja. Dat is echt een hele andere wereld waar je dan binnenkomt. Bijvoorbeeld op een NDB heb je natuurlijk allemaal banen naast elkaar en dan zie je alles en iedereen zie je ook en iedereen roept van alles en praat van met elkaar en dat mag bij de PDC mag dat gewoon echt niet. Je mag niet eens juichen bij een woord wat je gedaan hebt. Dus het is wel echt een hele andere wereld daar. Het is meer professioneel ook. Ja, wat vond je ervan? Je haalde 1 keer de laatste 16, toen verloor je van Lisa Ashton. Ga je binnenkort gewoon weer naartoe? Ja, ik ga eind april heb ik mijn volgende. Ja, dan gooi ik weer 4 toernooien. Dat is volgens mij ook in Engeland. Ja, en ik kijk er zeker naar uit, omdat je leert er zoveel van. En elke wedstrijd die je gooit is mooi meegenomen. En je staat gewoon tegen allemaal toppers sta je te spelen. En daar word je zelf ook sterker van. Ja, helemaal mee eens. Recent natuurlijk een aantal jaren 2 WK-plekken voor vrouwen op het PDC-WK. Binnenkort ook mag de top 8 van die Women's Series aan een soort vrouwen World Matchplay meedoen. Ja. Ik denk dat dit wel de goede kant op gaat. Voor jou natuurlijk, voor de vrouwen in het algemeen. Geeft het ook extra motivatie voor jou dat, hè? Want dat zelfs nu een top 8 mee mag doen aan zo'n toernooi, om er nog meer voor te geven voor het darten? Dat zeker wel, zeker. Alleen het is wel moeilijk, want je moet een keuze voor je eigen gaan maken. Joh, kies ik voor de PDC of kies ik voor de WDF? Ja. Want sommige toernooien vallen tegelijkertijd ook. En ik heb voor me nu heb ik gezegd, ik kies voor het PDC-gedeelte.
En heb ik een weekend over of heb ik vrij, dan pak ik een WDF-toernooi erbij. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat voor mij wel dat ik daar mijn keuze in gemaakt heb. Oké, okay, omdat je daar dus het meeste kan leren ook, denk ik, of niet? Ja, en het is ook, je speelt volgens mij iets van 20 toernooien. Het zijn volgens mij 5 weekenden waar je 4 toernooien in speelt. Dus ja, weet je, dat is ook een verschil. En ja, en het is gewoon ook, je staat daar 2 dagen van 's ochtends tot laat sta je op je benen om te darten. Mm-hmm. En ja, weet je, met een WDF-toernooi, dan weet je ook dat je wat meer flexibiliteit daarin hebt. Duidelijk. Binnenkort dus, zaterdag 2 april, ga jij je debuut maken op Lakeside. Ja, 3 andere Nederlandse dames staan er ook bij. Aline de Graaf, Anke Zijlstra en Marjolein Nooyens. Heb je hun al gesproken van, gaan jullie samen naartoe of ga je alleen? Wat is het idee? Ja, ik heb ze inderdaad wel gesproken ook natuurlijk afgelopen dagen. En omdat het voor mij ook wat aan een nieuwe kant is allemaal, heb ik ook om hulp gevraagd. Van, hoe zit het nou precies? Wat kan ik het beste doen? We reizen wel gewoon allemaal apart. En weet je, je helpt elkaar toch wel. Ja. Dat is mooi om te zien. Priscilla Steenbergen tegen Darlien van Sleeuwen op zaterdag 2 april. Ik wens je veel succes. Ja, super, dankjewel. Komt helemaal goed. Ja.